Tom, meneer Goldsmeding, dokter Goldsmeding, staat weer op 1. Vertel eens even, hoe heeft hij dat nou weer voor elkaar gekregen? Nou, het knappe aan de notering van Frits Goldsmeding dit jaar is dat hij meer dan 1 miljard euro verloren heeft op de beurs. Randstad doet het niet heel erg lekker en toch staat hij nummer 1 op de quote 500. Hij is al een beetje bejaard, doet het rustig aan, woont lekker in de bossen van het Noord-Hollandse Laren. Had een belastingakkefietje dit jaar, want hij had een financiële constructie opgetuigd waardoor zijn dochters wat aantal miljoenen minder belasting hoefden te betalen. Nou, na heel veel juridische strijd heeft hij bij de Hoge Raad gelijk gekregen. Die miljoenen zullen hem ongetwijfeld helpen aan een hogere notering. Maar Frits, let op, want als je het weer zo doet als dit jaar, sta je volgend jaar niet meer op nummer 1. Nou, tot slot nog een mededeling van de marketingmeisjes. Dit was slechts 1 video van het grote Quote 500 kanaal. Wil jij nou nog meer video's kijken? Klik dan hier. En ren daarna vooral naar de winkel en koop de Quote 500. Nou, ik hoop dat dit goed is.